dus naar het auto's voor schaakzijd.nl. En ik sta hier tegenover Wouter Spoelman. En Wouter heeft zojuist remise gespeeld tegen Sipke Ernst. Wouter, kun je wat vertellen over jouw partij? Het was een hele ingewikkelde partij. Ik denk dat ik het een beetje onhandig ging in de opening met toren B1. Mm-hmm. Daardoor kwam ik een beetje in de problemen, maar ik stond op pion achter, maar ik had wel aardig wat compensatie. En met C5 werd het heel ingewikkeld en volgens mij ging hij heel snel de fout in. Toen op een gegeven moment speelde ik dame D2, toen had ik een vervelende penning voor hem over de D-lijn. En ik denk dat ik daar wel wat kansen heb laten liggen. Ik had misschien wat kunnen doen met toren B6, maar goed, dat deed ik niet. En daarna nam hij weer een beetje de overhand. Hij bleef zijn pion voor en ik stond wel actief, maar ik won hem heel lang niet terug. En op een gegeven moment toen stond hij dermate klem dat hij de pion wel moest teruggeven. En daardoor kreeg hij wel een stuk meer activiteit en het bleef heel ingewikkeld. En tot op het eind zelfs, want als ik koning H2 dame G4 niet had, was het misschien nog wel lastig geweest. Maar het was een mooie truc op het eind, waardoor ik de remise toe veilig kon stellen. Dus het was wel een opluchting, omdat ik vrij lang ook in tijdnood was. Dus dat ik toch nog de remisehaven veilig had bereikt. Oké, dit is een eind van een serie van 3 winstpartijen. Hoe voel je daaronder dat die serie van winstpartijen verbroken is? Ja, dat is natuurlijk jammer. Maar goed, ik weet dat in zo'n deelnemersveld, je blijft niet alles winnen. En ik heb liever dat ik zorg dat ik niet ga verliezen dan dat ik alles win. En het is natuurlijk mooi dat ik 3 partijen gewonnen heb, maar dat waren wel tegen de 3 laagst gereten spelers. Het is natuurlijk blijft lastig om van die jongens te winnen, zeker omdat ik niet veel beter ben dan zij. Maar als het lekker gaat, dan kan dat. En nu tegen Sipke, die is natuurlijk alweer een slag sterker. Die heeft al 2600. En ik krijg straks natuurlijk nog Erwin en Sokolov, Smeets, Giri. Dus het wordt nog heel zwaar. En het maakt me niet heel veel uit dat ik niet nog eentje gewonnen heb. Ja, het is lekker om in de flow te zitten. Maar goed, remise komt op een gegeven moment toch wel. Je kan niet alles blijven winnen. Ja, precies. Je concurrenten, Anish en Ivan Sokolov, die zijn vandaag niet heel veel vooruit gegaan. Anish en remise, Sokolov zelfs verloren. Wie beschouw je als je grootste concurrenten? Ik zie mezelf eigenlijk nog niet als titelkandidaat, moet ik zeggen. Want ik heb nog geen enkele van de sterke jongens gehad. En het ligt heel erg aan wat ik tegen hen ga doen. Zeker als ik voor de titel ga spelen, zijn het partijen die dubbel tellen natuurlijk. Dus wat dat betreft maak ik me daar geen zorgen over. Maar ja, ik denk dat Giri en Smeets vooral goede kanshebbers voor de titel zijn. Jan die heeft +1 nu, denk ik. Ja, die komt op een gegeven moment waarschijnlijk ook wel op dreef. Die wint nog een paar potjes. Net als Giri, die gaat waarschijnlijk geen partij verliezen. En die gaat gewoon door. Dus ik moet maar zien, ik moet tegen Smeets en Giri in de laatste 2 rondes. Dus dat wordt vooral spannend dan. Als ik dan nog een voorsprongetje heb, dan zullen ze me in ieder geval goed laten zweten. Dus we zien het wel hoe het allemaal loopt. Oké, hoe komt het trouwens dat je jezelf niet hebt beschouwd als titelkandidaat, terwijl je nu toch echt een punt los staat, geweldig in vorm bent en een heel goed schaak laat zien? Dat komt vooral door, ik heb natuurlijk de sterkste nog niet gehad daardoor, maar ook ik sta een puntje los, dus ronde 4. En voor het toernooi had ik me echt voorgenomen dat ik blij was met een plek in de middenmoot, omdat ik tegenwoordig niet zoveel meer schaak en ik had ook niet serieus voor het NK voorbereid. Dus omdat ik er vooraf niet zo het toernooi in stapte, ben ik daar nu nog steeds mee bezig. En ik wil mezelf ook niet te veel druk opleggen. Het werkt alleen maar averechts, dus ik blijf gewoon lekker doorspelen. En als ik na 7-8 rondes nog steeds bovenaan sta, dan ga ik misschien om die titel denken, maar nu nog niet. Oké, dus vanavond heel veel punten halen en één keer diep ademen en doorgaan tot het eind, zeg maar. je bent nu student medicijnen? Ja. Of geneeskunde. Kun je iets vertellen over hoe jij je studie combineert met het leven als grootmeester? Op dit moment combineer ik het niet echt heel erg. Ik heb na de middelbare school een jaar geschaakt, omdat ik was uitgeloot voor geneeskunde. En toen heb ik veel geschaakt, ben ik grootmeester geworden. En was een leuk jaar. Op een gegeven moment was ik het schaak wel een beetje zat, maar het reizen en zo, dat was allemaal wel leuk. Daarna was ik wel ingeloot voor geneeskunde en ik had mezelf toen wel echt voorgenomen om schaak op een lager pitje te zetten. Omdat ik gewoon, geneeskunde kost veel tijd en later als arts dan zal ik ook geen tijd meer hebben voor schaken. Dus voor mij is het meer leuker bij nu en ik doe natuurlijk wel mijn best. Ik ben nog steeds fanatiek en ik wil nog steeds beter worden. Maar in het dagelijks leven train ik niet meer voor het schaken. Ik hou de boel een beetje bij en soms vind ik het wel leuk om nog op internet te schaken of wat tactiek te oefenen. Maar dat is puur voor de lol. Dus ja, ik ben er vrij weinig mee bezig. Ik speel nog gewoon mijn competitiepartijen. Daar bereid ik wel ook een beetje voor. Ja. En af en toe een toernooi, Tata of het NK. Die leuke, sterke toernooi, die speel ik wel. En inderdaad ook af en toe in de zomer wat nu het NK dan.
Maar ja, wat dat betreft combineer ik het niet echt. Ik heb best wel bewust gekozen om verder te gaan met geneeskunde en het schaken op een gegeven moment links te laten liggen. En daar probeer ik nu ook een beetje mijn leven in te richten. Oké, en stel je mocht toch het NK winnen. Je zou niet zoiets hebben van, ik kan het nog steeds heel goed en ik kan er echt wat, dit gaat echt wat worden, zeg maar, met mijn schaakwereld. Zou je dan toch iets meer in de schaakwereld willen gaan, iets meer nog voor gaan trainen? Als je merkt dat je echt veel succes hebt? Ik zou natuurlijk wel even heroverwegen. Maar ja, ik weet dat ik, als ik serieus zou gaan trainen, dat ik nog best wel een stukje beter zou kunnen worden. En ook wel over die 2600 heen zou kunnen als ik er echt bewust mee bezig zou gaan. Dus ja, wat dat betreft, dat ik ooit een keer het NK zou kunnen winnen, dat is niet eens schokkend of zo. Ja, kijk, als ik het win en er is ook een flinke geldsom die erbij komt kijken, dan is de verleiding natuurlijk wel sterker om wat meer te gaan schaken. Zeker omdat daarna waarschijnlijk ook wat mooiere uitnodigingen gaan komen. Maar goed, dan moet ik dan maar kijken. Ja, het risico is altijd dat je een mooie uitnodiging krijgt en dan wat dingen gaat spelen. En op een gegeven moment kom je erachter dat je een jaar studievertraging hebt opgelopen. Maar goed, dat is ook niet het allerergste. Dus misschien dat ik dan wat vertraging niet zo erg zou vinden, wie weet. Oké, nog een laatste vraag. Hoe bevalt Bokstel eigenlijk? Qua omgeving is het heel mooi. Hotel is op zich wel prima. En de speellocatie viel me ook heel erg mee. Omdat het in de school is, dan is het altijd even afwachten hoe het allemaal uitpakt. Maar ja, het bevalt goed. Het is wel een leuke omgeving. Een beetje noodweer af en toe. Maar, Nog veel last van gehad? Nou, ik zelf niet. Ja, ik hoorde het op het nieuws. En ik zag op een gegeven moment ook buiten dat er wat bomen waren omgevallen. Maar gelukkig ik zelf niet. Ik had geen auto ergens staan. Dus ik ben met auto gesneuveld door bomen. Oké, Wouter. Hartstikke bedankt voor het interview. En nog heel veel succes in de komende rondes. Ah, dankjewel.